Mijn maandgift wordt mede mogelijk gemaakt door The Beatles. De hele maand mei is quizmaand op N1. Vraag 23. Dit is de ultieme Nijmegen kennisquiz. De Sint-Annastraat. Tijdens de Vierdaagse heette Sint-Annastraat ook wel Via Gladiola. De finishplaats van alle Vierdaagse lopers. In de Romeinse tijd kregen gladiatoren of de dood of de gladiolen. Vandaar ook de naam Via Gladiola. Dit jaar wordt de 100ste Vierdaagse gelopen. De vraag die hierbij hoort is als volgt. Hoe vaak is de Vierdaagse niet gelopen? Is het antwoord A 7 keer, antwoord B 10 keer, antwoord C 9 keer of antwoord D 13 keer? Is het goede antwoord? Antwoord A, antwoord B, antwoord C of antwoord D? Stuur je antwoord op naar oplossing@n1.nl. Morgen ben ik weer terug met een nieuwe vraag in de ultieme Nijmeegse kennisquiz. Mijn maand quizmaand werd je aangeboden door The Beatles en Tone Reizen.